Super tof dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rande. Vandaag lopen we weer in de vorige locatie waar ik ook waren geweest. Alleen deze keer dan overdag met Stefan. Abonneer ook even op zijn kanaal. De link staat in de beschrijving. Vergeet niet nog eens je duim omhoog. Ja. Heb ik ook weer extra. Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ik loop hier in een verlaten, wat is het? Een fabriek. Loodsencomplex. Fabriek lood. Samen met Miranda Bos. Ja, hoi. Van het kanaal Urban Explorer. Hier ben ik al een keer eerder geweest, alleen toen was het s'nachts en je had wind en een soort van storm trok dan toen over dit terrein heen. En toen leek het alsof we daar helemaal achterin klappen hoorden met een ijzer stang. Je ziet daar hele roetveer op de muur. Het plafond daar is helemaal zwart, althans die rand boven het raam. De ramen zijn helemaal beslagen. Ja. Oké, daarom doe ik ook niet zo. Dat wij die stof niet binnen kunnen krijgen. Nee, mocht je de kijkers afvragen waarom ik dit om heb, is vanwege omdat sommige locaties stoffig kunnen zijn en voor ons veiliger is eigenlijk om te doen. Zo worden wij dus niet ziek of zo. Kijk, hier ligt ook nog zo'n verbrand ding. Ja. Het is helemaal verkoold. Ja, dat is altijd, hè? Altijd met die locaties. Met druk. Politie van een logo van de Belgen. Ja. Met drugs PVS. Het logo van de politie volgens mij. Ja, het is ook van de politie. Het is gewoon tapijt. Het is tapijt volgens mij. Het is volgens mij tapijt, lijkt wel. Ja, het zijn van de tapijtjes uit het kantoor. Ja, maar die zijn ook sterk nat, ja. Nou, dat soort tapijtjes heb ik in mijn computerkamer liggen. Mm-hmm. Waar ik mijn video's niet heb. Ja, is dit gewoon verf geweest. Het is verf, denk ik. 85% gerecycled. Er ligt essenties. Oh ja, precies. Echt wel apart om dit te zien. Het is echt mooier nu dan vandaag s'nachts. Maar ik merk hier dat het hier wel enorm waait. Omdat alles open staat. Ik zal het op een gegeven moment niet meer weten. Ja, maar nee, ik weet verwacht. Ik zag net een duif op die pijp gaan zitten. Dit hoorde de vorige keer ook. Dat gegil. Ja, dan heb ik het ook op film. Oké, daar ga ik niet naar binnen, want dan gaat de camera aan. Doe maar niet, want ze hebben zo meteen een douche. Ja. Plaatselijke douche. Wel, ja, ik wil gewoon even gewoon zo kunnen filmen, maar niet erin gaan. Kijk, hier hebben we die Green Wars. Ja, getrashed zijn. Ja. Kijk, dit is hier een beetje anders. Dat ze hier zo niet weg zijn. Ja. Kijk maar, de cement zit er nog op. Mhm.
Duiven. Mm-hmm. Niet zoals van een kinderwagen, man. Ja. Fuck. Zo, over slopen gesproken. Dat gaat er flink uit aan toe. Maar het komt de koper dieven, hè, komt dit. Ja, het is ook beter dat we nou die lappen om hebben, want daar krijg je nou je luchtregen van. Ja. Ik ben ook al verkouden, ik word niet nog erger worden. Nee. Heeft er iemand die zin gehad om te breien of zo? Breien? Kijk dan. Oh ja, allemaal draden. Even kijken hoor, de locatie staat aan. Ja, dit staat helemaal leeg. Hier had je gewoon ingekund. Gaan we in de avond verder? Dan gaan we in de avond verder, ja. Hier zou een nummerbordje zijn. Ja. Hey, hier ligt wat. Hier ben ik hier gegevens geweest ofzo. Kabaya. Schatten. Dat is iemand zijn schoolwerk of zo. Ja. Schatten, lengte van een voetbalveld. A 100 meter, B 50 meter, C 20 meter of D 200 meter. 50 meter, hè? Hoeveel weegt een kippenei? 600 gram, 6 gram, 6 kilo of 60 gram? Ik denk geen 60 gram. Schoorsteen daarboven. Of ja, want die roosters bewegen, kijk. Die roosters bewegen. Oh ja. Dat is wat je... Op die verhoging. Ja. En dan zie je ze ook bewegen. Ja, maar ik zie ze niet zo goed. Moet je maar een plek gaan staan wel. Je hebt dat zo'n ding, maar daarboven. Mm-hmm. Stomme duif. Maar wat Miranda bedoelt, zijn deze dingen. Ja. Die hoorde je. Dat waren een paar waterdruppeltjes. Ja, dat is vrij normaal. Ja, dat komt daar vandaan. Je ziet het ook bewegen, dus. Ja. Gaaf, hè? Die heb je ook wat. Een prijslijst en zo. Mm-hmm. Van toiletonderdelen. Oh. Ja. Nou, als ik hem onder mijn neus heb. Anders moet je even die middelste vakken en dan zet aanpakken. Ga je stukje maar open, want anders wordt hij eruit. Ik zit hier niet, ik heb wel een risico. Ja, ik voel hem niet namelijk. Ik zit hier ook verkeerd zitten, zo kunnen. Ik zit hier niet, ik zit hier niet. Oké. Kijk, hier is alles gewoon in de fik geweest, joh. Transitie.
Lijkt die wel op je. Ik dacht dat je nog eens op veld was. Maar dat is volgens mij onderdeel van de scooter. Ja, dus kwam ik net ook al tegen. Ja, want dat is de bak waar je buddy in zit. Mhm. Hier zelfs in de kasten staat nog wat. Ja, een baas. Stel scherp rodding. Juist, dat is wat je moet. Handschoen. Hele dikke handschoen. Plantang. Onderdelen van de bouwsteiger. Slijpschuif. Houd mij zuiver. En een kwakzalm ligt hier. Dan kun je, als je zo doet, dan zoom je hem in. En dan zo wordt hij groter. En dat hoeft niet, zie je, maar goed. In midden van mijn camera. Komt van het wind af. Ja. Het ligt gewoon wat los op het dak. Het lijkt op zo'n geluid. Ja, maar het is net alsof het dak gewoon wat los ligt. Ja, het lijkt zo'n geluid alsof er iemand met een ijzeren pijp ergens op slaat. Maar het is het niet. Ja. En dan hoor je die geluiden, wat uiteindelijk blijkt dat het een duif is. Ja. Dan denk je echt, er zijn mensen in het geluid. Mm-hmm. Want je hoorde die reusjes net, dan loopt toch iemand ergens op slaat. Ja. Terwijl dat gewoon niet zo is. Ja, de bellen zitten aan de deur. Oh. Nog een keer. Aan, hè? Nou, is ook al half naar beneden gekomen. Ja. Yep. Het is gewoon een grote slooppand geworden. Ja. BM Ascript AO. Patent Helifer Engel Ingram. Nou, en zijn niet meer suiker. Gewoon vroeger. Ik ga even mijn handschoenen pakken. Eén ding is zeker, als je er van ver weg zou, moet je er ook van houden om lange afstanden te rijden. Mm-hmm. Ik had, we hadden vandaag afgesproken dan met jouw vriendin. En dan als ik jouw vriendin ook nog thuis zou brengen, maar ik wist haar adres niet. Dus ik heb op de routelijst, heb ik gewoon Arnhem Centraal neergezet. Mm-hmm. En daar stond, als ik dan via Arnhem Centraal en dan jou weg zou brengen, zou ik 9 uur en 20 minuten in de auto zitten. Zo, dat is lang. Ja. Je hebt ook nog wat in de fik gestaan. Ja. Kijk, daar zie je. Hier zitten nog ramen in. Iets. Ik voel iets met de ontsmettingsmiddel is dit. Verontgiftige gassen in contact met zuren. Ja, dat is een reinigingsmiddel. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Toen ging het in één keer regenen. Yep.
Maar ik vind dat het lekt nog niet. Huh? Het lekt niet hier, gelukkig. Nee, naar daar. Ja. Naar achter lekt het ja, maar dat is gewoon de site net is. Huh, mijn scooter in de fik geweest, joh. Hé dan. Hier, links van je. Mm-hmm. Apart. Ja. Nee, dat vind ik cool. Ja, helemaal afgefikt. Zal ik eens kijken hoe de bank... Kijk, ik kan helemaal naar de kloten. Die band is nog hard. Een helikopter. Ja. Ja, dat loopt hier toch bijna. Ja, voor mijn water. Ook een scooter onderdelen hier. Ja. Maar hoe zijn ze dan met die scooters binnengekomen? Ja, dat weet ik. Dan zou er toch echt ergens een deur moeten openstaan. Een deur aan de weg open moeten zijn. Want hoe willen ze die scooters dan naar binnen krijgen? Ja. Maar die jongens die hier ook zijn geweest, die hebben er 6 uur over gedaan om het hele pand te doorzoeken. Zo hé. Komen wij aan. We zijn binnengekomen, zijn we rechts afgeslagen en dan weer links af. Ja. Ze lopen alleen nog maar verder naar de weg. Mhm. Het pand is echt... En we zijn er nog steeds. Nee. Maar we zijn niet hier achter die muur. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dit pand is echt... Geen stoppen filmen dan. Dat kan ook. Ja, want als je hem al een tijd hebt gefilmd, na 20, nee, een half uur of zo gaat hij automatisch erin. Mm. Nou, ik kan gewoon zo een uur volgens mij doorfilmen. Ja, hier zie je die deuren. We zitten aan de kant van de weg. Nou, dat is die deur waar we langs lopen. Daar is dat verlaagde. Ja. Waar het helemaal begroeid staat voor de deur. Mm. Dus we moeten even die kant op naar de weg toe. Ja. Ja, je zit volgens mij dus langs de weg. Ja, we zijn, dat is die weg. Dus is het deze deur in principe... Ik heb storing op mijn netwerk, dus ik kan niet kijken waar we lopen in de pand. Ja, eens kijken of die deur open kan. Kijk maar niet. Nee. Kijk maar, je ziet hier al was. Ja. Dat is regen. Ergens tegen deze muur aan moet die deur. Hier gewoon de bumper van een auto. Hé. Hey. Ja, dat zei ik net. Die ligt hier gewoon een autobumper. Dit kan geen, dit kan politie zijn, dat weet ik wel zeker. Ja. Hij zullen vast niet naar ons op zoek zijn. Nou, hij circuleert wel hier rond. Ja, misschien is dat aan de hand. Want je zag net ook allemaal ME staan. Ja. Is er een... Waarschijnlijk is dat gewoon voor dat evenement. Denk het. Oh, hier liep je net in die loods. Ja. Deze is ook overgebroken. Ja, dat kun je zien. Ook de kant van de weg. Ja. Ik even uitgebast. Als er vanaf binnen uitgebast, dan zou die ergens alsnog een open deur moeten zijn. Mm-hmm. Het mag karretje. Het DM-karretje. Wat is dit dan? Het DEW-karretje. Ben er weer. Karretje. Een DM op Insta, direct message. Maar deze zijn niet van Insta. Nee. Die zijn dan ergens aan de achterkant, denk ik.
Zo het irritant, er gaat altijd wat tussen deze schoen zitten. Tussen het profiel? Ja. MVG Antwerpen. Dat zou dan het bedrijf zijn wat hier heb gezeten. Ja, dat denk ik ook. Maar het is een bedrijf geweest van Nederlands oorsprong, een Nederlands bedrijf, die aluminium vrachtwagenonderdelen heeft gemaakt. Mm-hmm. Ja. Dit houdt toch altijd een gat. Rat-idioot. Nou. Maar hier staat het vol met krakkertje. Dan zou hier ergens iets ook kunnen zijn. Een zegel volgezet met dingen. Ja, dat moet wel een sok worden. Ja. Doe maar. Hij zakt de hele tijd van mijn kop af. Peace is a whore. Pak je je petje van de house. Nou. White power. De house of patje. Oh, dat is allemaal in het blauw. Ja. White power. Ja, yeah, zelfs. Dat is Hitler kruis. Oh. Ja, met daar op de muur. White power. Ja, James. Met andere woorden, scheid aan de zwarte. Ja. En ook een pistool. Een kanker. Ja, die staan daar ook. Met een machine gun. Ja. Met je uit te halen. Wat dan? Ik heb geen idee nog. Maar als ik jou zie, dan denk ik weer aan die grap die ik mijn moeder uitgaat met dat kopje koffie. Wauw. Gewoon een leeg kopje pakken en dan in één keer naar je toe lopen. Ik zou wel kapot schrikken. Maar jij zou weer kapot schrikken. Mm-hmm. Die onvolledige verpakking. Ja, dan hebben ze een vrachtwagenonderdeel hier goed gemaakt. Dat zou ja, slow moving. Ik ook niet. Ja. Het is wel een laag vinkje gegeven, want hier heb ik allemaal nog een kleur. Van het regenwater. Ja. Ja, onvolledige verpakking. Les, locatie. Ja. Kijk, die bordjes die ernaast staan. Die 23.04. Mm-hmm. Deze, die gele. Ja. Die hing nog bij mijn oude werk ook. Ja. En bij dat bedrijf ga ik weer werken. Dan zie ik die bordjes weer. Hier, zie dit dan. Dan is die op Suske Mix. Dat heb ik net gezegd. Althans, daar heb ik gelezen. Dus deze locatie zit vol met graffiti kunst. Ja. Kijk, dat die vind ik grappig. Netjes gemaakt. Ja, dat vind ik wel grappig.
Hier, fuck you. Maar dat is toch mooi gemaakt, dat poppetje? Ja, echt wel. En zo zie je dat poppetje. Het lijkt me alsof er wat tussen zijn konto komt, maar... Maar wel mooi gemaakt. Het is wel heel mooi, ja. Ja, ik heb niks met dit. En dat, maar... Ik ben weer thuis. Van het Urmaxen. En het was een hele gaaf locatie. Ik hoop dat jullie ook hele, het ook zelf gaaf vonden. Vond je dat? Laat het zeker weten in de comments. En het was vandaag eigenlijk ook iets heel speciaals. Omdat ik en Stefan een jaar Urmaxen. Vonden wij het sowieso heel erg gaaf dat we heel veel locaties hebben. En Urbex al een jaar, dus het is eigenlijk voor ons, ja, een eitje, zeg maar. In ieder geval, ik ben erg bedankt voor het kijken in deze video. Vergeet niet om geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet om nog op mijn kanaal te abonneren. En vergeet niet op het kanaal van Stefan te abonneren. De link daarvan zet ik even in de beschrijving. En ik wil ook jullie gelijk om een gunst vragen. Als jullie de video's hartstikke tof vinden... Zouden Stefan en ik ontzettend waarderen als jullie ons zouden kunnen steunen door middel te gaan doneren via het linkje in de beschrijving. Want het maakt niet uit hoeveel het is, als je maar gewoon wat doneert per keer dat wij Urbexen. Wanneer een video online komt, zouden wij het hartstikke waarderen als je ons wat geeft qua geld. Zodat wij vaker kunnen gaan Urbexen. Veel meer Urbexen dus kunnen, online kunnen knallen. Zouden wij hartstikke tof vinden als je dat zou kunnen doen. Je kan mij, Stefan, ook helpen door middel merchandise te kopen van dit kanaal. Als je dat doet, dan kunnen we nog vaker weg. Wij willen ooit ook naar Tsjernobyl. Namelijk gaan Urbexen. Dus dan zou die droom ook uit kunnen komen. In ieder geval, ik bedank voor het kijken naar deze video.